Misschien is het ook wel de beste oplossing, maar daarnaast zal er wel goed nagedacht moeten worden over maar wat dan wel. De gemeente Utrecht wil de vervuiling in de binnenstad tegengaan door vervuilde auto's uit het centrum te weren. Het gaat om dieselwagens ouder dan 8 jaar en benzineauto's ouder dan 12 jaar. De Utrechters zelf zijn nog niet allemaal overtuigd. Wat vindt u ervan dat de gemeente auto's ouder dan 12 jaar niet meer in het centrum wil hebben? Schandalig vind ik dat allemaal, ja. Als je tegenwoordig zo'n oud team hebt, zo'n oude auto hebt voor je eigen en je mag niet meer de stad in, dan je toch wel met de bromfiets moet, dan vind ik het wel zonde eigenlijk. Nou, ik kan het wel begrijpen, want het milieu is natuurlijk heel belangrijk. Ik denk dat dat praktisch heel moeilijk is uit te voeren. Dan moet je dus echt al, ja, je kunt het aan de nummerborden zien, maar of dat afdoende is, dat vraag ik mij af. Dus ik denk dat om dat zomaar af te kondigen, dat wat te kort door de bocht is. Ze kunnen beter auto's screenen op de routeuitlaat. En waarom? Nou ja, er zijn heel veel goede auto's van ouder dan 12. Ik begrijp wel dat ze de milieunorm willen halen, maar ze kunnen beter iets anders verzinnen. Door bijvoorbeeld te zorgen dat de auto's allemaal goed onderhoud krijgen. Ik denk dat metingen ook wel uitwijzen dat het in de stad gewoon best problematisch is. De hoeveelheid van die smerige stoffen. En nu hebben we het over oude auto's, oude diesels, oude benzineauto's. Maar ik denk wel dat dat steeds verder gaat, ja, tot uiteindelijk een bijna autovrije binnenstad. En als het plan doorgaat, gaat u dan actie ondernemen? Ik heb al zoveel openstaande bekeuringen. Ik weet het niet. Ja, laten ze die vraag dus maar uit de stad houden. Die vraag die heeft toch meer. Zou u nog wat willen zeggen tegen de gemeente Utrecht? Ja, doe het in stappen. Overweeg de financiële consequenties. En doe het niet alleen maar voor kiezers of om vooraan te staan als Utrecht in Nederland. Maar wees verstandig in hoe je zoiets gaat doen.